Namens de Stichting Statieke Fonds heet ik u van harte welkom bij deze editie van SZF Magazine. U aangeboden door uw trouwe zorgpartner sinds 1981. Wij belichten nader de ingebruikname van onze klachtenbureau en de Baso BZV verstrekpunt die in gebruik is genomen op donderdag 18 april jongstleden. En tenslotte krijgt u ook informatie over de opening van onze nieuw filiaalgebouw in het noorden van Paramaribo. Ik wens u alvast heel veel kijkplezier. De Stichting Staatsziekenfonds heeft als voortdurend streven het brengen van verbetering in haar dienstverlening. In het kader daarvan heeft het SZF op 18 april een klachtenbureau ingesteld. Het klachtenbureau is gevestigd in het gebouw van het ministerie van Volksgezondheid, waar ook een BASO-BZV-verstrekpunt geopend is voor de burgerij. Aan de Henk Aronstraat in het pand van het ministerie van Volksgezondheid kan de burgerij dus ook terecht voor het aanvragen en verlengen van de BASO- en BZV-kaart. De opening van het SZF Klachtenbureau CQ Verstrekpunt werd verricht door minister Antoine Elias van Volksgezondheid en SZF-directeur Rick Kromodiharjo. Directie en stafleden van het ministerie van Volksgezondheid en andere genodigden woonden de opening bij. Het klachtenbureau is in leven geroepen omdat zowel het ministerie van Volksgezondheid als het SZF meer aandacht wil besteden aan de aandachtspunten binnen de zorg waar de gemeenschap dagelijks mee wordt geconfronteerd. Uw aandacht voor een gesprek met de directeur Rick Kromodiharjo. Elke verstrekpunt daarbij is een vergemakkelijking voor de samenleving. Omdat je dan geen crowding meer krijgt, geen opeenstapeling meer, opeenhoping meer krijgt van grote massa's. Bij minder verstrekpunten. Nou, dit heeft eigenlijk een ander karakter in feite. De minister heeft me namelijk gevraagd om toch wel om een klachtenbureau open te stellen hier bij het ministerie van Volksgezondheid. En dat hebben we dus aanvaard. Het is namelijk goed dat we dus dichtbij eigenlijk de vader van Volksgezondheid, degene die beleid maakt en verantwoordelijk is voor Volksgezondheid in Suriname, dat we daar een klachtenbureau opzetten. En dat is goed namelijk, omdat het dan toch ook wel gezien kan worden, en zo moet het overigens, als dat wij klachten als zeer serieus zien. Wij van het SZF, die willen toch wel weten van wat er zich afspeelt in het veld met de dienstverlening. En daarvoor is het in principe bestemd. De dienstverlening van zowel de dienstverleners met wie het SZF overeenkomsten heeft, maar ook voor wat betreft de service van het SZF zelf, daar willen wij ook over horen. Omdat elke klacht één te veel is. Wat wij doen namelijk met de klachten is dat wanneer het een klacht betreft van een dienstverlener, dan gaan wij dus vanuit onze competentie, het SZF, proberen te dealen daarmee. Dan gaan wij dus de klachten behandelen om te kijken namelijk wat fouten ze gaan. Per slot van rekening gaat het erom dat we willen dat elke verzekerer bij het SZF op een waardige, correcte en zinvolle manier aandacht krijgt, dienstverlening krijgt van de dienstverlener waarmee het SZF een overeenkomst heeft. Dus wanneer iets fout gaat, willen wij het graag weten. Waarom? Zodat wij namelijk kunnen corrigeren. We willen namelijk corrigeren of bijsturen datgene wat niet goed is gegaan of wat minder ideaal is geweest. Omdat wij toch wel streven naar excellence in dienstverlening naar de samenleving toe. Dat is eigenlijk waar wij naar op zoek zijn. En we weten nogmaals dat er klachten zijn. Sommige klachten die zijn toch ook wel niet helemaal... worden niet helemaal goed uitgelegd binnen die samenleving. Soms worden klachten ook overtrokken, want soms zijn het simpele handelingen waarvan de verzekerde of de betrokkenen toch ook wel zelf aandeel in heeft. Bijvoorbeeld, je gaat naar een dienstverlener om voor hulp en je hebt niet eens je SZF-kaart bij je.
Dat zijn simpele dingen. En wanneer dan wordt gevraagd namelijk naar je kaart, dan wordt het gelijk gezien namelijk als ja goed, ik krijg geen goede service. Maar de verzekerder heeft zelf ook een eigen verantwoordelijkheid. Zorg namelijk dat je je spullen bij je hebt. Ja, en dat je ook wel de juiste informatie verstrekt aan de dienstverlener. En als de dienstverlener toch wel ergens ook wel steken heeft laten vallen, of ergens niet ideaal in is geweest, dan willen we dat graag weten. Dan willen wij onderzoeken namelijk van hoe we dat moeten bijsturen, zodat iedereen toch wel te alle tijden ja, tevreden over kan zijn. Het gaat namelijk erom dat wij een kwalitatieve gezondheidszorg willen hebben voor die samenleving. En als we moeten bijsturen, moeten we dat ook ja, doen. We zijn groot genoeg om fouten die worden geconstateerd, om die aan te pakken. Ik heb gezegd, elke klacht is één te veel. Het gaat er namelijk ook om dat wanneer het een klacht betreft, wat betreft de service van het SRF, ook wij, ook daarnaar zullen we moeten gaan kijken. Want ik ben aan de Fred Derbystraat, ja, het SRF heeft zoveel kantoren. Ik overzie echt wel, niet in detail, alle kantoren of verstrekpunten van het SRF. Een medewerker kan een keertje een fout hebben gemaakt, een medewerker kan iets over het hoofd hebben gezien. Dat willen wij graag ook onderzoeken. Want we streven nogmaals naar continue excellence in onze dienstverlening. Dus wanneer ik dit soort klachten krijg, die bij dit bureau worden gedeponeerd, dan kunnen we daaraan werken. Dan kunnen we correcties aanbrengen, dan kunnen we corrigeren. Ik denk dat de samenleving dat van ons vraagt. Ja? En we zijn daartoe ook verplicht om dat te geven. Volksgezondheidsminister Antoine Elias benadrukte dat het ministerie ook een open oor heeft voor de minder goede zaken die zich manifesteren binnen de zorg. Die wil hij met zijn ministerie aanpakken. Daarvoor heeft hij feedback van de samenleving nodig. Aan het woord minister Antoine Elias. Fysiek dat u uw klacht kunt brengen. Met fysiek bedoel ik natuurlijk, u komt in hoogst eigen persoon. Jusrefe Konja, don dape, wat is uw klacht, mevrouw Kouyere Seipsa. U wordt vriendelijk behandeld door de mensen hier. Er is iemand van SFF die de klachten in ontvangst neemt. En er zijn twee mensen van volksgezondheid die de klachten gaan behandelen. En dan ook terugkoppelen met de instelling of de persoon of de organisatie van voor wie de klacht bestemd is. Dus we gaan een soort intermediair ook zijn van die man verklaart dat u een hoofdpijntabletten heeft gegeven terwijl hij kiespijn heeft. Geef slechts een stom voorbeeld. Waarom, wat is fout gegaan. Weet u, alle any other klachten, ook klachten van ja, maar ik kom maar nooit aan de beurt. Alles zodat wij ook beleid daarop kunnen gaan gooien. Als men bijvoorbeeld zegt dat men 4 maanden moet wachten voor men bij de oogarts gaat, dan is het huiswerk van volksgezondheid om te kijken, we gaan het niet binnen een jaar kunnen oplossen, om samen met de actoren van AZP, de oogartsen, te kijken hoe kunnen we de wachttijden gaan verminderen. En dan kunnen we beleid daarop los gaan gooien. Dus het is ook voor een long-term planning. Vreugdevolle dag, denk ik, voor volksgezondheid, maar ook voor heel Suriname. Want heel Suriname gaat vooral van de klachtenbureau hier gebruik maken. We gaan uitbreiden naar telefonische klachten, uiteindelijk naar een verdere opening, niet alleen op werkdagen, maar ook op zon- en feestdagen gaan we open gaan. Daarna gaan we later open gaan. En uiteindelijk moeten we tussen nu en 3-4 maanden hier een 24-hour service hebben, conform de toezeggingen van het sociaal akkoord van de regering Bouterse, waarbij volksgezondheid hoog in het vaandel is, maar ook tevredenheid van de zorgsector. Het SZF Klachtenbureau is ten behoeve van de Surinaamse gemeenschap in het leven geroepen. Mensen die klachten of suggesties hebben, kunnen op dit moment persoonlijk langslopen om er hun klachten te deponeren. Intussen wordt er hard gewerkt om de faciliteiten op het gebied van telecommunicatie en internet. Zodra dit in orde is, zal het contact met het SZF-klachtenbureau ook telefonisch en per mail mogelijk zijn.
Blijft u ons vooral volgen, want wij zijn in dienst van u. De Stichting Staatssecretaris zal vanaf maandag 29 april vanuit deze plek opereren. Dit in het kader van de verbetering van de dienstverlening naar de STF-cliënten toe. Dit houdt in dat mensen die bij STF Noord moeten zijn per die datum niet meer in de Maratrette Mall hoeven te zijn, maar hier aan de Plutostraat. Op dit moment worden er alle voorbereidingen getroffen om u vanuit deze plek vanaf maandag 29 april van dienst te zijn. Uw aandacht voor de verruimde kassatijden voor STF premiebetaling. STF hoofdkantoor is op maandag 29 april en dinsdag 30 april van 7:30 morgens tot 5:00 in de middag geopend. De betaalpost Lichon in het gebouw van apotheek Lichon aan de Latourweg is op donderdag 25, vrijdag 26, maandag 29 en dinsdag 30 april om 7:30 tot en met 3:00 geopend en daar kunt u met uw pinpas uw betaling doen. Uw STF-premie kunt u ook voldoen op de STF-kantoren. STF-kantoor Maratrette in het noorden van Paramaribo. Uw STF-premie kunt u ook voldoen op de STF-kantoren. STF-kantoor Quatta, STF-kantoor Nikeri, STF-kantoor Lelydorp, STF-kantoor Saramaka, STF-kantoor Komowijnen, Oost-West-Verbinding en Tamarejo en ook STF-kantoor Mungo. Al deze kantoren zijn in de komende dagen van 7:00 's morgens tot 2:30 in de middag geopend. En op STF-kantoor Mungo kunt u alleen met uw pinpas betalen of u haalt uw verzekeringsbewijs met een bankstortingsbewijs, dus op vertoon van uw bankstortingsbewijs. Zorg ervoor dat u snel en op tijd uw betaling doet om ongerief te voorkomen. Houdt u de wachtdienstregeling voor dit weekend in de gaten? Dit doet u via het STF service nummer 148, de STF website, de STF Facebook pagina, de lokale dagbladen, maar ook via de STF mobiele applicatie. De wachtdienstregeling, een public service van uw trouwe zorgpartner, het STF. Heeft u vragen over dit programma? Bel naar de afdeling voorlichting en klantenservice op het nummer 477-101, toestel 284-414. Voor meer informatie over de STF-voorzieningen, belt u met de afdeling klantenservice op het nummer 477-101, toestel 281 of 283. Heeft u vragen? Heeft u suggesties? Heeft u dingen waarmee u zit als gemeenschap? Schroom niet, draal niet. Maak contact met het klachtenbureau en de lieve collega's, medewerkers van het STF die hier zitten, zullen u ten alle tijde van dienst zijn. We zijn gekomen aan het eind van deze presentatie deze week. Ik bedank u voor uw aandacht. Een gezond en prettig weekend en graag tot de volgende week met een nieuwe aflevering van STF Magazine. Goeiedag.